geeft en houdt het positief. Keith Richards. Er passeert vanavond nogal wat mensen de revue die ik in Milaan heb leren kennen.
De volgende heet Ellie, dan kom ik mijn dorp Dinxperen. Was trainer van een tweeling. Ze was nogal erotisch getalenteerd, dat was aan zich niet zo erg. Ze was de koningin van het fietsenhok. Maar ze was van de vergadering der gelovigen. Dus ze had de kousen, bij ons noemen we dat de knutjes. En ze werd verstoten en ik was er verliefd op. Een hele mooie dame, rood haar, sproeten. Een natural. En 30 jaar later zie ik een advertentie voor haar in de krant met een 06-nummer. Had ze het horizontale beroep dan toch ook gekozen? Ik heb niet gebeld. Ik had wel neiging natuurlijk. Ik heb altijd neiging. Oké, Ellie, ik had ook wel veel bel, maar vroeger dacht dat maar niet doen, maar dat is mijn foute link, en ik heb het nog nooit gedaan met een vrouw, en dat zit niet best wel dwaas, en om dat uitgerekend voor te doen met 150 euro per uur, dan ligt me dat ook weer niet alles,
romantiek, romantiek. Dan is dat weg, dan is dat weg. Maar dat ging ook goed, ja dat ging ook goed. Dat ging ook goed, ja dat ging ook goed. Aan delicaat onderwerp. Ja. Seks met dieren. Ja, het is echt waar. Bij ons in het dorp, daar een keeltje in, Henny met de blauwe onderboksen. Een mooie keel was dat. Hij had alleen één nadeel. Hij had een schoot genaaid. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar op een gegeven moment, hij had maar lang genoeg nakletst. Op een gegeven moment is dat gewoon boor. De jongen had geen leven meer. En dus van hoe, Henny? Weet je hoe dat ging in die kleine dorpjes? Er werd een hoop gekletst onder het mond van maar rook is, is vuur. Dat kan ook gewoon roken, maar vuur is veel interessanter. En al die straatpapagaaien, die kwaakten het allemaal dan en plant zo mee je werkelijkheid aan. Zoals ik jullie al zei, ik ging over Henny met blauw in de box. Ja, het verhaal dat ging in de rondte over een kiel met grove schenkels, over een knakker in een blote konte. Had zien een hondenbokser onder aan de enkels. Schoppen naar je Danny. Kenny, Danny, Kenny, ja dat ken je wel. Onze Danny had geen verder meneer. Alle kinderen die je liepen naar
Oeh, we hebben een zak naar de monitor. Jullie ook? Ik vind het hard, maar de monitor is een beetje zacht. Dat is niet leuk. Oké. Het volgende nummer. We beginnen op mezelf. Mijn opa. Guus. We hebben allebei nogal stoethaspels. We hebben een lange traditie van stoethaspelarij. We hebben een bananenschil in ons familiewapen. Dus we hebben allemaal het syndroom van Lal en Harry, min of meer. En daar gaat het over. Thank you.
Nog een keer doen. Kijk eens, dat wordt nog blij van. Net begonnen en meteen wel nummers nog een keer doen. Ik weet niet wat met die microfoon gebeurd is, maar ik heb een smaak in de bek, man. Mooi dat ding eens niet zo ver inbrengen. Ja, ik heb ooit eens met een microfoon van Nina Hagen gezongen in Berlijn. Nou, die wil niet meer mee, weet je dat niet wat er daar gebeurt. En in Nijmegen, die won of dat? In Nijmegen was Nina Hagen ook toen. Dat was een rindmike. Oh, een rindmike was dat. Kunt jullie het wel verstaan überhaupt? Is het te verstaan? Ik zing nu namelijk hier helemaal kapot, maar ik weet helemaal niet of ik het verstaan. Een oud noot hoor. Is het te verstaan? Oké. Ik heb laatst mijn vriendin aan de huwelijk gevraagd. Dat ging helemaal mis. Ze zei dat mijn leven wel een beetje veranderen. Wat valt hier nou al te lachen? Max, ik moet gewoon heel vrolijk. Ik jullie nog helemaal niet vertellen wat er gebeurd is, man. Oh ja, je weet nog niet welk nummer het is. Ja, lief. Kom maar. Oké, de volgende keer. Kom, nou Husken, Beuken en Beersken bouwen. Dat klinkt toch netjes? Dat is zachtjes pakken. Sluiten. Iets sneller, kom wel, een beetje sneller.
pauze. Wat dom. Ga ik een banaan hebben. Elke pauze in, baby. Even een nummer, een beetje rustig man. Geen wederom over mijn familie. Mijn tante Karin, die kent die vrouw wel, die zegt geen woord. Dan gooi je de 10 sherry en dan staat ze boven op tafel te dansen. Met de BH zo. Zo is mijn tante Karin ook. Maar dan komt ook mijn oom, dat is nogal een grote bek. Dat is Mark Koopman. Die is eigenlijk helemaal geen Mark Koopman. Die heeft een hele commerciële vorm van Gilles de La Tourette. Toen is er maar Mark Koopman geworden. Het heet Niks is wat het lijkt. Oh,
Karin. Oh, mooi mens. Zeg nooit dat.